Het jaar 2021 is bijna om en we blikken vandaag op deze laatste dag van het jaar daarover terug met de minister van Binnenlandse Zaken, Brunto Somohardjo. Volgens de bewindsman was het jaar 2021 een bewogen jaar. De minister geeft toe dat het afgelopen jaar heel veel uitdagingen had voor zowel de samenleving als voor de regering. Daar ben ik als minister dankbaar voor. De regering is ook dankbaar daarvoor. Natuurlijk zijn er angsten dat het niet goed zou komen met Suriname. Maar ik denk dat we de goede weg op zijn. Dus al met al een bewogen jaar. Maar we sluiten het jaar tevreden af. Enkel en alleen omdat ik het jaar 2021 ben begonnen met de mens van wie ik hou. En ik mag het eindigen met de mens van wie ik hou. Ik weet dat er veel mensen zijn die hun geliefdes hebben verloren, hun naasten hebben verloren. Dus we moeten niet klagen. Is er iets dat u anders zou hebben gedaan in het afgelopen jaar? In mijn ambt? Nee, zeker niet. Nee, ik heb een goede staf, ik heb goede ambtenaren die mij ondersteunen. We hebben veel bereikt op het gebied van public sector reform. Hebben we de onderraad kunnen installeren op al onze beleidsgebieden. Met de kustwacht, met CBB, we hebben veel bereikt. Soms zijn het kleine stapjes, maar kleine stapjes gaan leiden naar veel grotere stappen. Dit is pas anderhalf jaar dat we zitten en ik vind dat we op de goede weg zijn. De bewindsman geeft verder aan dat de komst van het IMF het land ten goede zal komen. Een onderdeel van het IMF is dat de overheid hervormd dient te worden en zijn ministerie is nu drukdoende die voorbereidingen te treffen. Dus ik denk dat het dit keer echt gaat lukken met het hervormen van de overheid. Het is niet alleen saneren, maar ook het efficiënter maken van de overheid. Onze visie over CBB toegankelijker maken, beter maken, is nog steeds aan de orde. Klantvriendelijkheidstraining beginnen met CBB. We gaan de brondocumenten valideren, digitaliseren. Dus er is zoveel in petto. Kijk, deze ministerie is de moederministerie. Die is 24 uur per dag bereikbaar. Ook nu op Oudjaarsdag bent u er, dus wij zijn er. Wat is uw oudjaarsboodschap en daaraan sluitend uw nieuwjaarsboodschap naar de samenleving toe en ook naar uw personeel? Nou, voor mijn personeel, mijn ambtenaren, nogmaals dank voor de ondersteuning die jullie mij hebben gegeven. Het is een zware job, maar zonder jullie zou het nog veel zwaarder zijn. 2022 wordt nog intensiever. Nogmaals, de public sector reform gaan we inzetten. Voor het volk zeg ik, u heeft veel geofferd. De daden, de offeringen wat u moest plegen waren soms zwaarder dan dat wij hadden gewild. Maar ik geloof echt in betere tijden. 2022 wordt een beter jaar. Wij gaan er allemaal hard tegen aan en we hebben uw ondersteuning daarbij nodig. Dus nogmaals, wees dankbaar voor datgene wat je hebt. Als je het jaar mag afsluiten met degene van wie je houdt, wees daar dankbaar voor. Als je gezond bent, wees daar dankbaar voor. En alle andere dingen kunnen we vinden. Somohardjo is van mening dat het ministerie ook in 2022 veranderingen teweeg zal brengen.